Het is vrijdag 6 september. Dit is Drenthe Nu met vanavond. Horecaondernemers Meppel hebben plannen voor vernieuwd kerkplein in de stad. Na 6 weken afwezigheid dook middenvelder Alaa Bakir vandaag op tijdens de training van FC Emmen. En 2 weken na de valwinden zijn de opruimwerkzaamheden in Drenthe nog lang niet achter de rug. En hoewel het vandaag niet een heel zonnige dag was, was het met een temperatuur van 27 graden wel heerlijk weer om erop uit te trekken. Lieneke Huizing was er vanochtend al vroeg bij en zag de zon opkomen boven de Hunze. Hoe het weer dit weekend wordt, dat vertelt Robert je straks. Goedenavond. Bijna alle pleinen in het centrum van Meppel hebben de laatste tijd een metamorfose ondergaan. Bijna allemaal. Alleen het kerkplein nog niet. Maar de horecaondernemers daar hebben al wel een idee. Het idee is om hier een mooie waterplein te installeren. Een waterplein met verschillende spuitkoppen die je kan instellen op een ritmisch geluidhoogte, zodat het mooi lekker blijft spelen. Dat is eigenlijk het plan voor hier op ons mooie kerkplein. Ze zegt het al, het is zeker geen lelijk plein. Dat vinden de inwoners, het winkelend publiek en een verdwaalde toerist ook. Wat vindt u van het kerkplein? Ja, gezellig natuurlijk. Ja, heel gezellig. Nou, dit is mijn eerste keer dat ik hier ben, maar ik vind het helemaal fantastisch hier. Ik vind het een prachtig plein hier. Echt het centrum van de stad. Op zich prima, maar er mag wel wat meer vertier komen hier. En dat denken de ondernemers dus ook. Zeker omdat de andere pleinen al zijn aangepakt. De Weem heeft er een parkje bij gekregen. De Groenmarkt is van parkeerplaats naar een plein vol terrassen gegaan. Die pleinen zijn veel klusser, gewoon veel gezelliger. En het is niet, we hebben met elkaar hier hartstikke gezellig en heel erg leuk. Maar het zou wel leuk zijn als hier ook een klein beetje entertainment is. Iedere donderdagochtend staat de markt op dit plein, maar die wordt niet geraakt door de plannen. Hij kan gewoon uitgezet worden en het voordeel is inderdaad wat ik zei, hij is in de grond gekoot. Vrachtverkeer kan daar gewoon overheen. Dus dat mag het niet belemmeren. Er is in ieder geval enthousiasme bij de bezoekers. Leuk, ja. Ja. Dan rijden er misschien nog geen auto's meer. Nou, dat zou helemaal niet verkeerd wezen, denk ik. Dat hoort er wel een beetje bij, denk ik. Nou, helemaal niet zo gek. Helemaal niet zo gek. Helemaal enthousiast. Ik denk dat onze zoon Valero dat ook helemaal fantastisch zou vinden. Dus dan is er wat meer reuring hier. Ja, de ondernemers hebben het plan kenbaar gemaakt bij de gemeente. En die zegt voor 2030 geen plannen te hebben voor het kerkplein. De nieuwe middelbare scholenstichting Nassau Vincent in Assen kan de komende jaren geen grote investeringen doen. In een nieuwsbrief schrijft de stichting dat door een terugloop van het aantal leerlingen de inkomsten en uitgaven niet in balans zijn. Er zou geen sprake zijn van een tekort. De fusieschool tussen het Vincent van Gogh en Dr. Nassau College vraagt personeel strenger te kijken naar declaraties en uitgaven. Ook wordt er voorlopig geen nieuw personeel aangenomen. Leerlingen zullen er volgens de organisatie weinig van merken. 6 weken lang leek hij van de aardbodem verdwenen. Maar vanmorgen stond de nieuwe aanwinst van FC Emmen, middenvelder Alaa Bakir, ineens weer op het trainingsveld. In de voorbereiding op het seizoen konden we al even kennis maken met Bakir. Geboren in Jordanië, maar opgegroeid in Duitsland, waar hij in de jeugd van Borussia Dortmund speelde en later bij Duisburg. Maar bij de start van de competitie van FC Emmen was de 23-jarige middenvelder ineens verdwenen. Het was een hard time, but I'm happy to be back. To be back with the team and happy that I can train again. What can you tell us about the reason? It was just some private things I had to do in Germany, but I look in the future and as I said, I'm back and I'm happy to be back. Speler en club houden de kaken stijf op elkaar als het gaat om de ware reden van zijn afwezigheid. Hij trainde de afgelopen weken voor zichzelf in Duitsland, maar stond daar niet op het veld. En dus is het even afwachten wanneer FC Emmen hem kan gaan inzetten. I have to see how my body reacts on the training again, because 6 weeks is a lot of time. And yeah, I hope as soon as possible, but I cannot tell now. Did you doubt about your future here in Emmen? No. Because the whole club always gave me a good feeling and that they waiting for me here. So for me it was clear that I come back and that I play this season here. There were private reasons you said, but are the problems solved for the future? Yes, they are. Finally they are. And hope that I'm back soon on the pitch.
Let de komende tijd op wanneer je het bos ingaat. Op veel plekken kan het nog gevaarlijk zijn door de storm die bijna 2 weken geleden over onze provincie raasde. Kijk. Een hoos. Ja. Is humig. Zo zag het er zaterdag 24 augustus uit. Storm raasde over onze provincie en liet een ravage achter. Zo ook bij het Dwingelderveld. En je ziet hier achter mij, hierboven, een tak loshangen. En daarvan zijn er heel veel die ook nog eens boven een pad hangen. En ja, het gevaar bestaat gewoon dat zelfs met rustig weer die elk moment gewoon naar beneden kan vallen. En dat is zo gevaarlijk. Hier zien we een boom die hangt nog tegen andere bomen aan. Ja, ook hier geldt eigenlijk de gevaarlijke situatie dat hij elk moment ook door kan vallen. En ja, als daar een pad onder doorgaat, dan kan hij op het pad vallen. Ja, gevaarlijke situaties dus. Volgens Staatsbosbeheer zijn het vooral het Dwingelderveld en boswachterij Gietenborger die schade hebben. Zo is de helft van de boswachterij Gietenborger aangetast. In dat gebied zijn bijvoorbeeld bomen omgewaaid, maar ook takken van de bomen gerukt. Bij het Dwingelderveld is het nog niet goed in kaart gebracht, maar er zijn zeker 5 tot 10 van dit soort kale plekken in het bos aangetroffen. En ondertussen krijgt de gemeente Aanhunze ook nog veel meldingen van omgewaaide bomen, takken en wateroverlast. En ook zij geven in een tweet aan dat het opruimen hiervan nog een aantal weken kan duren. En ook op het Dwingelderveld gaat het opruimen nog even door. Grote kale vlakten zoals deze, geknakte bomen of bomen die met wortels en al zijn omgewaaid. De storm duurde maar even, maar liet een spoor van vernieling achter. De liggende boomstammen, die zagen we weg en die slepen we of het bos in. Of ze worden alsnog wordt gekeken of daar dat als productiehout kan worden gebruikt. En vervolgens kijken we vooral omhoog. Want er zijn heel veel bomen die zijn halverwege afgeknakt of hebben allerlei loshangende takken nog boven de paden. Dus dan gaan we met hoogwerkers alle paden bij langs. Dus het is kettingzaagwerk, de kraan is erbij, machines als trekkers die draaien. Het opruimen is in volle gang, maar Staatsbosbeheer kan niet alle delen in het bos tegelijk aanpakken. Daarom deze boodschap. Eigenlijk is het bos in ieder geval bij het Dwingelderveld en in boswachterij Gietenborger, het noordelijk deel daarvan, ontoegankelijk. Ja, en dat proberen we ook duidelijk te maken met hekken die we neerzetten, posters die we ophangen. Eigenlijk is de oproep, mijd het bos bij het Dwingelderveld en Gietenborger nog even, totdat wij het werk hebben kunnen doen en alle paden weer vrij veilig eigenlijk hebben kunnen stellen. We verwachten dat in Gietenborger dat we daar tweede helft van september wel klaar zijn met het werk. Dat hopen we althans. En in het Dwingelderveld zal het wat langer zijn, want daar lijkt de ravage toch iets groter. Is het netwerk van recreatieve paden ook groter. Dus daar zijn we denk ik pas in oktober mee klaar. In Drenthe is een gehandicapte parkeerkaart relatief goedkoop, blijkt uit onderzoek van nieuwsdienst ANP. In 8 van de 12 Drentse gemeenten ligt de prijs onder het landelijk gemiddelde van €122. De Wolde is de goedkoopste. Hier kost een parkeerkaart €52,30. En Emmen heeft een nieuwe kinderburgemeester. De 10-jarige Tess Katerborg nam gisteravond de ambtsketting over van de vorige kinderburgemeester Kirsten Alting. Katerborg wil zich het komende jaar vooral inzetten tegen pesten. En €9.000 zamelden Madlief en Nienke deze zomer in voor de stichting World Child Cancer. Geld dat naar ziekenhuizen in Tanzania en Kenia is gegaan, zodat zij beter kinderen met kanker kunnen behandelen. Om dat geld in te zamelen, beklom de dames een bijzondere berg, ontdekt Robert in Opchak. De Kilimanjaro. Ja. We hadden bedacht van we willen iets speciaals doen en dat linken aan het geld ophalen, zodat we ook zelf een zo'n tegenprestatie leveren. Ja. Dus toen besloten we, wat is een mooie actie om te gaan doen? Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dat wil tegenwoordig iedereen. Maar wordt er wel genoeg over de toekomst nagedacht? Tijdens een expositie in een boerenschuur in Meppen staat die vraag centraal. Je wordt meegenomen in de wereld van de wijkverpleegkundige vroeger, tegenwoordig en het belangrijkst, in de toekomst. Ze was zuster Vos voor ons. En dat klonk ook goed, vond ik. Een beetje, je keek tegen haar op. Bij de expositie staat wijkverpleegkundige Bertha Vos centraal. In de jaren 60 tot 80 was zij een bekende verschijning in Zwelo en omstreken. Velen hebben goede herinneringen aan haar.
ik werd van klein ook groot natuurlijk. Ik ben moeder geworden en ik was in het ziekenhuis bevallen. Maar er was geen hulp, er was geen kraamhulp. Dus dan kwam zij af en toe even kijken hoe het ging. En we hebben het helemaal niet over anticonceptie gehad. Maar toen zei zij van, nou Suzanne, je bent aan het met borstvoeding goed bezig. Nou, dan raak jij niet zwanger. Nou, en 12 maanden later werd onze tweede zoon geboren. Ja. Ja. De wijkverpleegkundige bestaat nog steeds. Inmiddels vervult Saskia Bouma die taak in Coevorden en bouwt zij een goede band op met de bewoners. Ik start eigenlijk altijd in de wijk. Dus er is geen dag dat ik niet begin met een stuk patiëntzorg. Nou, en die patiëntzorg die kan heel divers zijn van inderdaad wondzorg tot misschien inderdaad ook het uitleggen van materialen die we gebruiken en hoe je die moet gebruiken. Maar dat kan ook zijn inderdaad van wat heeft diegene nodig. De verschillen in werkzaamheden tussen vroeger en nu zijn groot. Ik heb haar nooit gehoord over dat zij met oudere mensen of met mensen überhaupt over de toekomst sprak. Als je het heel erg chasseert, is het natuurlijk zo. Vroeger was je 65 en ging je naar het bejaardentehuis, toch? Ja, dat is tegenwoordig. Is al lang niet meer zo natuurlijk, hè? Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig en willen ook het liefst zo lang mogelijk op hun eigen plek blijven wonen. Maar daar moet je soms wel of dingen voor doen om dat mogelijk te maken. Of je moet reëel zijn en zeggen van ja, misschien heb ik iets anders nodig. We zijn in Mannenstruun op de Zeerse Duin en dan ben je een paar hele bijzondere dingen. Het is niet de bluiende heide, maar wel deze jeneverbes onder andere, de grootste van West-Europa. Je kunt er ook in, loop maar eens met. Vanavond is de kans op een bui klein en vanzelf is de kans dat het helemaal droog blijft dus groot, groter. Het wordt een graden 15. En we blijven bij de overtreffende trap, want van de grootste jeneverbes gewoon de mooiste boom, in ieder geval hier van het gebied. Een mooi boom naar conifer, het weer. Morgen vroeg begint de dag gries, maar dan komt de zon aan de pas. En dan hadden we gedurende de dag een mix van wolken en zon. En waarschijnlijk voor de laatste keer dit jaar 27 graden. En dan nog even het weer voor de komende dagen. De zondag dat de temperatuur een klein stapje terug, graad of 23, kans op een bui. Ja, en na het weekend dan komt toch echt in de koldere locht de kans op een bui die blijft. Met misschien nog een knipoogie van de zon. En zo toch wij mooi geleidelijk op de harf staan. Ja, en als je van al dat moois waar je misschien dit weekend hier nog gaat zien op de Zeerse Duin Muur bent, dan kun je hem neerzitten in de stoel van Sam Schild. Tot een andere week. Tjoe. Zo is het. Dit was Drenthe Nu. Meer nieuws op de app of de website rtvdrenthe.nl. Dan lees je onder meer het memorabele verhaal dat twee Drentse mannen gisteravond beleefden in San Marino. Dit mini-staatje won voor het eerst in 20 jaar een interland tegen Liechtenstein. Voor nu een fijne avond en een heel mooi weekend.